Het nieuwe coronavirus verspreidt zich in een snel tempo over de wereld. Het virus dook voor het eerst op bij een vleesmarkt in de Chinese stad Wuhan. Vanuit deze stad verspreidt het virus zich over China. En inmiddels is het al in ruim 30 andere landen ontdekt, waaronder ook Europa. Onder andere in Italië, Frankrijk, Griekenland, Duitsland en Spanje zijn mensen besmet. Het nieuwe virus is een variant van de coronavirus die we al kennen van ziektes als SARS, een levensbedreigende longontsteking. En deze nieuwe variant, met de naam COVID-19, werd niet eerder vastgesteld bij mensen. Het virus verspreidt zich via vochtdruppels van hoestende en niezende mensen. De symptomen zijn vooral koorts, hoesten en verkoudheid. En het lastige is dat die symptomen best wel lijken op die van een gewone griep. Zo kun je ook last krijgen van spierpijn en een verstopte neus. Het duurt maximaal 14 dagen voordat een besmette persoon ziek wordt. Wat kun je doen om besmetting te voorkomen? Was je handen regelmatig, gebruik papieren zakdoekjes en houd afstand van mensen die hoesten. Op 2 tot 2,5 meter afstand komen de druppels niet. Als je zelf moet hoesten, doe het dan in je elleboogholte. In China, Zuid-Korea en Hongkong dragen mensen veel mondkapjes. In Nederland is dit nog niet nodig. Mondkapjes zijn sowieso alleen effectief als je ze op een goede manier gebruikt. Dus raak ze na het dragen niet aan de buitenkant aan en pak regelmatig een nieuwe.